Als Gavrilio Princip in 1914 Frans Ferdinand ombrengt, dan worden door die aanslagen de Europese bondgenootschappen, de Centrale en de geallieerden in beweging gebracht. Ze kunnen elkaar de oorlog verklaren. En die oorlogsverklaringen en de mobilisatie van het leger, die zorgen voor heel veel enthousiasme in Frankrijk, in Duitsland, in Rusland, in Engeland, eigenlijk overal wel. Mensen hebben echt zin in die oorlog. En dat komt aan de ene kant vanwege het nationalisme. Hé, hey, we kunnen eindelijk laten zien hoe groot en sterk we zijn. En aan de andere kant komt dat ook door het militarisme: hè? het idee dat, dat het leger en een oorlog dat dat iets goeds is. Nou ja, en dat zorgt er dan ook voor dat als die oorlog uitbreekt in augustus 1914, dat mensen zich massaal gaan aanmelden voor het leger. Dat zijn dan nog legers die bestaan uit vrijwilligers. En de rijen voor de aanmeldingsbureau die zijn super lang. En dan krijg je dus dit soort tafereel. Dus links zien we bijvoorbeeld uh, allemaal uh, Britse mannen zich aanmelden voor het Britse leger, het Engelse leger. En uh, rechts zie je uh, Duitse soldaten die zich hebben aangemeld. En die zijn op weg met de trein naar het front. Wat allebei de foto's laten zien, is groot enthousiasme voor die oorlog. Mensen hebben echt het idee: Nou ja, we gaan even lekker vechten voor ons land. Uh, het is even een paar maandjes oorlog, en daarna is het weer als van oud. Maar zoals in die vorige video ook al gezegd, die oorlog breekt dus uit in 1914. Maar de achterliggende oorzaken die speelden al veel langer. Hè? Dat zagen we in de eerste video. En daarom waren alle landen ook wel voorbereid op een Europese oorlog. En zo had ieder land ook een zogenaamd mobilisatieplan klaar liggen. Hoe gaan wij die oorlog starten? Waar brengen we onze legers als eerste naartoe? En het Duitse plan, dat was het zogenaamde Von Schlieven-plan. En dan moeten we even de kaart van Europa erbij pakken. Want Duitsland hoorde dus bij die blauwe gebieden, de centrale, hè, liggen in het midden, centraal in Europa. Maar ja, daardoor lag Duitsland dus ook ingeklemd tussen aan de ene kant Engeland en met name Frankrijk... En aan de andere kant Rusland. Dus Duitsland wist, als het ooit oorlog wordt, dan moeten we aan twee fronten tegelijk gaan vechten aan de voor- en aan de achterdeur. En dat willen we voorkomen, want dat kan niet. Dus daarom had generaal von Schlieven die had een plan bedacht hoe ze dat dan gingen doen. Nou, waar bestond dat plan uit? Die von Schlieven die had gedacht dat de Fransen hun leger eerder gemobiliseerd zouden hebben dan de Russen. Dus hij besloot als we nou eerst binnen zes weken, veertig dagen ongeveer, Frankrijk verslaan en hoeven alleen maar Parijs voor in te nemen, dan komt de rest van Frankrijk later wel. Dan kunnen wij daarna kunnen wij onze troepen zo snel mogelijk naar het oosten brengen om daar tegen Rusland te vechten. Von Schlieven was erbij vanuit gegaan dat de Duitse troepen wel door uh, België zouden mogen trekken en dan zouden ze eigenlijk heel snel al in Parijs kunnen staan. Nou, op papier is het een goed plan en de Duitse regering die was het dus helemaal mee eens. Dus als die oorlog begint, dan wordt dat Von plan in werking gesteld, Maar dat Von dat mislukt en dat heeft een paar verschillende redenen. Ten eerste laat België Duitsland helemaal niet door. De Belgen vechten terug en die Belgische tegenstand die is uh, veel sterker ook dan dat de Duitsers verwacht hadden. Dus ze staan helemaal niet zo snel bij Parijs. En ook een deel van het Duitse leger moet al eerder naar Rusland toe, omdat de Russen ook sneller hun leger in gereedheid hebben gebracht dan dat die generaal von Schlieffen dacht. En dan zijn de Duitsers dus niet sterk genoeg om in één keer op te rukken naar Parijs. Bovendien hebben de Fransen en de Engelsen ook heel snel heel veel soldaten ten noorden van Parijs gelegerd. En dan botsen eigenlijk dat Duitse leger en dat Engelse en dat Franse leger, die botsen op elkaar. En geen van de legers is sterk genoeg om de ander echt te verslaan. En dan komt het front eigenlijk stil te liggen. Soldaten gaan zich ingraven en langzamerhand wordt die uh, oorlog dan een zogenaamde loopgravenoorlog. En een loopgraaf, dat is eigenlijk een heel lange geul, zou je kunnen zeggen, die in de grond wordt gegraven. Die wordt beschermd met prikkeldraad waarin je kunt verschuilen, uh, waar, waarin je kunt slapen, uh, waar, waarin je je wapens neer kunt zetten om de vijand te beschieten. En naarmate de oorlog langer duurt en beide partijen dus ook niet de ander kunnen verslaan, wordt dat loopgravenstelsel steeds verder uitgebreid. En op een tekening zou dat er dan als volgt uit kunnen zien. En dat is echt een gordel van loopgraven die eigenlijk loopt van helemaal de Noordzee in België tot uh, door Noord-Frankrijk, helemaal tot aan de grens met Zwitserland. En dan krijg je dus van beide kanten krijg je dit soort stelsels die langzamerhand worden uitgegraven. Met verschillende soorten loopgraven, heel dicht bij de vijand en steeds verder af. Waar uh, spullen kunnen worden aangevoerd, waar ondergrondse commandocentrums uh, komen, waar de soldaten dus ook verblijven hè, als, er, als er niet wordt gevochten. En ik zou eigenlijk gewoon willen zeggen: zet deze video even op pauze om deze afbeelding eens goed te bekijken. Dan heb je een beetje een idee hoe zo'n loopgraaf eruit zag en hoe die oorlogsvoering eraan toe ging.